Welkom terug bij Vox on the Run voor een aflevering over de stem van veiligheid. Een veilige omgeving is een essentieel startpunt om dit onderwerp met jou te verkennen. Dus ik nodig je uit om een comfortabele en rustige plek uit te zoeken waar je je helemaal veilig voelt. Het kan een plek zijn uit je kindertijd, een plek in de natuur of een plaats die je herinnert aan mooie momenten. Dus laat ons er samen naartoe gaan om je zo onder te dompelen in de kracht van deze sessie. Starten doen we altijd door ons bewust te worden van onze ademhaling. Ga dus lekker zitten. Kijk rond en herken de veilige plek die je hebt uitgekozen. Voel hoe je adem onmiddellijk reageert met het gevoel van zucht. Veilig. Mijn plekje. Adem vervolgens in en uit en voel hoe aangenaam het is om op je eigen plekje te arriveren. Maar, hoe begrens je je plekje? Wel, dat is mijn vraag voor deze sessie. Want veiligheid gaat ook over grenzen. Echte veiligheid zou niet afhankelijk moeten zijn van een externe locatie. In een ideaal scenario is veiligheid gewoon een plek binnenin jezelf. Bij jezelf. Het is het besef dat niemand je daar, in dat innerlijke toevluchtsoord, kan kwetsen. En dat plekje, dat kan je overal meenemen, waar je ook gaat. Straks ga ik je leren het veilige plekje in jezelf te activeren. Maar eerst, wanneer ik veiligheid zeg, hoor ik vaak ook associaties met het woordje angst. Ja, angst creëert gevoelsmatige knopen in je maag, buik of keel. Het is vaak de angst om gekwetst te worden of angst om niet goed genoeg bevonden te worden door anderen, die ons gevoel van veiligheid in de weg staat. En dat gevoel is vaak gesitueerd rondom de nieren, de buik of de onderrug. Maar wanneer we echter gaan leren om zelf in te staan voor onze eigen behoeftes, onze grenzen te bepalen, ga je voelen dat je veel krachtiger in jezelf zal kunnen staan en je hele stukken angst uit het verleden kan verwerken en loslaten. Waarom zouden we onszelf immers klein blijven houden? Waarom zouden we onze ruimte niet durven innemen? Vanaf het moment van onze geboorte zijn we jarenlang volledig afhankelijk van anderen voor onze veiligheid en zorg. En dat heeft ons een beetje kwetsbaar gemaakt. Als kinderen al hadden we behoefte aan bescherming, liefde en een veilige omgeving. En soms ontstaan er echter kleine of grote barstjes in die veiligheid vanaf een jonge leeftijd. Deze gevoelens van kwetsbaarheid blijven ons hele leven bij. Sterker nog, de stem van het kind of de tiener in ons wordt steeds weer wakker wanneer er een trigger is die ons terugvoert naar die barstjes uit het verleden. En dit gebeurt telkens wanneer er een trigger is die onze oude wonden aanraakt. Maar het kan natuurlijk ook anders. Jij kan vandaag beslissen om zelf in te staan voor jouw eigen fundering. Vraag jezelf nu af: staat er jou nog iets in de weg om helemaal veilig bij jezelf te kunnen zijn? Met volledig vertrouwen in jezelf. Zo ja, welk gevoel is het? Zodra je het gevoel weet, probeer dan te voelen hoe oud dat gevoel is. Het gevoel zit er waarschijnlijk al een hele tijd. We nemen ook heel vaak de tijd niet om er nog naartoe te gaan, want we zijn immers bezig met ons eigen leven te leven. Echter, zolang je die oude gevoelens, die oude stemmetjes geen plekje hebt gegeven, kan het zijn dat zij jou saboteren op die momenten waar je het net liever niet wilt dat het naar boven komt. En ik wil jou leren in je kracht te staan. Op elk moment van je leven. Ja, ook op die stresserende momenten. Dus kom op, laten we er even naar kijken en dat deeltje in jou hallo zeggen, herkennen en herprogrammeren. Zodanig dat je jezelf opnieuw codeert met een veilige, een stevige basis waarop jij de rest van je leven kan bouwen. Dus, hoe oud is het gevoel dat jou nog in de weg staat om volledig veilig en vrij te zijn? Of misschien anders gezegd, hoe jong is het stemmetje dat jou blokkeert? Het kan immers het kind van 6 of 11 of 14 jaar zijn. Kijk ernaar. Kijk ernaar als de volwassene van vandaag, naar het kind in jezelf van vroeger, die zich toen even niet helemaal veilig voelde. En laat het stemmetje maar spreken. Maar vooral, geef dat stuk in jezelf. Vandaag, op deze plek, de bescherming die je toen nodig had. Je zal voelen dat hetgeen jou daar straks nog blokkeerde, nu gewoon stelselmatig afneemt. En dat is power. Want je weet immers dat je zelf in je veiligheid kan voorzien. Super. Ga nu met je bewustzijn richting de plek achter je navel. Tussen je buik en onderrug. Ik zei het al, je onderrug is gekoppeld met het gevoel van veiligheid. En ik wil je nu vragen om naar dat gevoel van veiligheid te gaan en dit ook te projecteren helemaal in die regio. Het gewoon weten dat je er mag zijn. Het weten dat je bestaansrecht hebt. Het weten dat alles oké is, hier en nu, op deze plek en op dit moment. Je bent aan het luisteren naar mijn stem, naar de muziek en je bent nu op jezelf uitgekozen plek. Het is dus veilig. Visualiseer nu een zon tussen je navel en je onderrug. Een zon die je verwarmt in elke cel van je lijf. Voel ze maar stralen. Want ze straalt met haar licht alle donkere plekjes weg. Voel de zon jou verwarmen. Voel de warmte. En breid het gevoel van veiligheid uit naar je borst, naar je nek, naar je schouders, naar je armen, naar je benen, naar je hoofd. En straal. En weet, alles is oké. Hey, ik ben veilig. Hey, ik ben rustig. Ik mag er zijn. Ik heb bestaansrecht. Ja, ik ben veilig. Veiligheid als volwassene begint dus in de eerste plaats bij onszelf. We gaan nu een stapje verder. Veiligheid gaat ook over grenzen. Het erkennen, het respecteren en beschermen van je grenzen. Wat laat je toe? Wie laat je toe? Waar zijn je grenzen? In mijn coachingsessies komt vaak het idee van inner circles ter sprake. Met inner circles verwijs ik naar de kringen van mensen in je leven die verschillende niveaus van nabijheid en vertrouwdheid hebben. Te vaak laten we onbewust mensen die niet in harmonie zijn met ons leven te dichtbij komen, waardoor we onze grenzen verwaarlozen en ons gevoel van veiligheid aangetast wordt. En dit gebeurt vaak bij mensen die koestering en veiligheid hebben ontbeerd. Het verlangen van versmelting kan immers zo groot zijn dat grenzen afbakenen moeilijker wordt, waardoor je anderen te vaak over jouw grenzen laat of liet gaan. Nu, het gevoel van veiligheid wordt versterkt wanneer we ons omringen met mensen die we koesteren en vertrouwen en wanneer we onze inner circles bewust bepalen. Wie krijgt toegang tot jouw inner circles? Cruciaal is om te reflecteren over wie dichtbij mag staan en om voor jezelf te kiezen. Want jouw leven is van jou. Jouw ruimte is van jou. Het is jouw plek. Jouw eerste innerlijke cirkel draait dus enkel om jou. Jij en jij alleen. Visualiseer dus een cirkel van ongeveer 1 meter om je heen. Dit is jouw ruimte. Dit is de meest intieme en nauwe cirkel en symboliseert de diepste relatie die je hebt, namelijk die met jezelf. Het vermogen om in je eigen kracht te voorzien, zonder afhankelijk te zijn van anderen, is van onschatbare waarde. Het is essentieel om jezelf te begrijpen, maar ook van je eigen gezelschap te genieten en op jezelf te kunnen vertrouwen voordat je echt diepgaande relaties kunt opbouwen met anderen. Neem nu even de tijd om bij jezelf na te gaan hoe je je voelt wanneer je alleen bent. Hoe voel je je eigenlijk bij jezelf? Voel je je veilig en vertrouwd? Kun je genieten van je eigen gezelschap zonder afleiding? Of heb je de neiging om altijd het gezelschap van anderen op te zoeken? Als je onrust voelt wanneer je alleen bent, of wanneer stilte ongemakkelijk is, kan dat wel een teken zijn dat je het moeilijk vindt om innerlijke rust te vinden in je eigen gezelschap en in je eigen mind. Reflecteer. Wat zou voor jou een gezond evenwicht zijn? En hoe kun je werken aan het versterken van je zelfvertrouwen in die momenten? Jouw tweede cirkel. Jouw tweede cirkel omvat diegene die je het meest vertrouwt. En dat is vaak een partner, maar het kan ook een vriend, een broer of een zus of zelfs huisdier zijn. Het is namelijk degene die je het allermeest vertrouwt. Wie laat jij het dichtste toe? En bij wie kan je helemaal jezelf zijn, zonder angst voor veroordelen? En wie is er ook voor jou, zelfs op je slechtste dagen, zelfs in je lelijkste pyjama? Wie stimuleert jou om je beste versie van jezelf te zijn? Wie is oprecht blij voor jou als jij schittert? En bij wie is er geen sprake van een bepaalde negatieve lading? Wel, deze persoon die nu in je opkomt, kan je veilig op de tweede cirkel plaatsen. Want deze vriendschap en liefde is waarschijnlijk onvoorwaardelijk. De derde cirkel is voor je dichte vrienden en familie. En ja, je hebt het recht om selectief te zijn. Het zijn immers jouw inner circles, dus jij bepaalt. Voorbij die derde cirkel kun je mensen groeperen, zoals die van een vriendengroep of collega's. Op deze manier schets je jouw eigen veilige ruimte. Door dit in kaart te brengen bepaal je mentaal, energetisch en emotioneel je eigen grenzen. Dit helpt je om jezelf nog veel veiliger te voelen. Nu, laat mensen die niet meer in jouw circles horen gewoon los. Sommige mensen komen nu eenmaal en sommigen gaan. Levens veranderen. Laat hen gaan, zonder wrok. Want kies voor de meest gezonde inner circle setting voor jezelf. Jij kan en mag beslissen hoe jouw innerlijke wereld eruit ziet. Jij bent degene die bepaalt. Jij bepaalt je grenzen. En jij staat in voor je veiligheid. Jij bent degene die bepaalt. Opnieuw heb je mogen ondervinden wat de kracht van je mindset is. Wat de kracht is als je je mind connecteert met je innerlijke stem. In de volgende aflevering rond manifestatie gaan we opnieuw verder. Dan gaan we leren hoe jouw fysieke stem kan bijdragen tot een veilige thuishaven voor jezelf en voor anderen. Tot dan!